De eerste vraag, ik heb 3 jaar Parkinson, hoe lang kan ik nog zelfstandig blijven functioneren? Sirwan, jij bent de onderzoeker. Ja, ik denk dat Bart heel terecht zei dat we veel weten op dit moment. En dat het ook goed is om te benoemen wat we wel weten en wat we patiënten kunnen geven. Tegelijkertijd is het korte antwoord op deze vraag, voor een individu kunnen we dat niet heel goed voorspellen. Nee. Bart noemde net als voorbeeld dat je soms een 80-jarige patiënt op de poli ziet, die, bij wie het misschien die niet eens 3 jaar zonder medicatie kan, die het al sneller nodig heeft. Terwijl er soms een andere patiënt is, bijvoorbeeld een 40-jarige die prima 10 jaar zonder medicijnen kan. Dus hoe frustrerend het ook is, op individueel niveau kun je daar geen goede voorspelling over doen op dit moment.